Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Jongeneeuw. Goedendag luisteraars. De schriftlezing voor vandaag is Efeze 2 vers 14 tot en met 16. Het zijn drie versen, maar het is één lange zin. Ik lees het u voor. Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft, en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. Tot zover Efeze 2 vers 14 tot en met 16. Daarbij drie dingen in het kort, drie gedachten bij deze volzin, drie kruimels voor onderweg, waar u zelf maar wat op moet kauwen. Ik heb het tenminste niet helemaal voor u voorgekauwd of uitgekauwd. Ik hoop dat u er zelf verder over zult nadenken. En dat het woord zelf zijn werk doet. 1. Ik las uit de dagboeken van K.H. Miskotte uit de jaren 1938 tot en met 1940. Hij was destijds hervormd predikant, aanvankelijk nog in Haarlem en later in Amsterdam. De spanning van de dreigende wereldoorlog trekt gaandeweg steeds meer door de bladzijden heen. Je voelt de angst, de dreiging. Ik vond het beklemmend. Te midden van alle spanning wordt op 5 augustus 1939 op Paleis Soestdijk in Baren bij prinses Juliana en prins Bernhard een dochter geboren. Haar eerste naam is Irene. Dat betekent vrede. Wordt de geboorte van nieuw leven gezien als een belofte? Of is haar naam een wens? In ieder geval, de kleine prinses is de vrede niet. En zij brengt de vrede ook niet. Binnen een jaar moet het kleine meisje vanwege de oorlog het land al verlaten. En dat is nog maar het begin van haar leven. Zo gaat het vaker. Veel wordt vrede genoemd, wat in de aard geen vrede is. En in veel wordt vrede gezocht, wat geen vrede biedt. U herkent het wellicht uit eigen leven. Irene, vrede. Mijlen ver van Baren en eeuwen daarvoor werd ooit een ander kind geboren. Een jongetje. En het was ter ere van zijn geboorte dat engelen zongen. En heerlijk klonk het lied der engelen toen daar met engelenstem werd uitgebazuind: Irene op aarde. Vrede op aarde. Het was de geboorte van Jezus, Christus, onze Heer en Zaligmaker. Dat is een ander verhaal. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam Vredevorst. Ja, hij is onze Irene. Hij is onze vrede. 2. Vrede. De Eerste Wereldoorlog eindigde officieel met de ondertekening van de Vrede van Versailles op 28 juni 1919. Een groot en officieel moment in een groot paleis, kasteel. Maar in het geheugen van Europa staat vooral een ander beeld gegrift, grauwer en gewoner. Uit de geschiedenislessen is bij mij tenminste vooral een ander beeld blijven hangen,
Dat is het beeld van een rijtuig in een bos, ergens in Frankrijk. De beruchte plek waar op 11 november 1918 de wapenstilstand getekend werd. De foto die bij het rijtuig gemaakt werd, zou wereldberoemd worden. Vandaag de dag schijnt er op die plek een replica van de bewuste treinwagon te staan. Vrede. Je denkt, dat is de plek waar de vrede getekend werd. De strijdbijl begraven. Dat rijtuig daar in het bos. Hier in Efeze 2 wordt ook een plek aangewezen waar de vrede tot stand kwam. Je zou terug kunnen gaan voor die vrede tot op de grote verborgenheid van de eeuwige raad van vrede, daar in de heerlijke hemelzalen waar God drieënig in onmetelijke eeuwigheid tot vrede besloot. Maar een andere plek wordt hier aangewezen. Onze aandacht wordt op iets anders gevestigd, grauwer en gewoner. Christus in het vlees, aan het kruis op Golgotha. Je kunt hem niet diep genoeg in het vlees trekken, is wel gezegd. Daar hangt hij, aan het vloekhout van het kruis, waar hij alle haat van deze godvijandige wereld hoogst persoonlijk heeft opgevangen, waar hij gestorven is aan het oordeel van de wet, waar hij met zijn bitter lijden verzoening met God bewerkte. Zijn vrede is vrede met God. O, ook daarvan geldt, als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil, aanbidt het, maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt. Vrede. Aan het kruis op Golgotha. 3. Soms heb je dat er een melodie door je hoofd zingt. Ik heb het vandaag, een prachtige melodie zingt steeds door mijn hoofd. Ik hoorde het eens een koor zingen, zuiver en schoon. In het liedboek voor de kerken staat het als gezang 475. Geef mij, Heer, mij los te zingen. In dat lied is er een regel die luidt, vloeit mijn hart vol van een vrede. Vloeit mijn hart vol van een vrede. Ja, zo denken wij vaak bij vrede, dat je hart er vol van vloeit. Vrede als tevreden zijn. Vrede als beleving, als gevoel. Maar vrede kan ook een feitelijke toestand zijn, zoals wij in Nederland op dit moment in vrede leven. Ook al voel je misschien helemaal geen vrede van binnen. Zo wordt hier ook over de vrede gesproken. Vrede niet als gevoel, maar vrede als gegeven. Christus is onze vrede. Wij moeten de vrede maar niet in ons gevoel zoeken. Niet afgaan op hoe je het voor jezelf allemaal beleeft en hoe je het hebt, maar zie op Christus. Zult u het doen? Steeds maar weer. Want Hij is onze vrede. Zie op Christus. En zie het maar als een bijzondere genade als je bij tijden en momenten ook iets van die vrede ervaren mag. Als je het bevindelijk mag doorleven en iets mag proeven en smaken van de vrede met God in Jezus Christus en die gekruisigd. Maar weet dat het daar dus niet van afhangt, van die ervaring van ons. God zij dank, ligt het heil in Christus vast voor Jood en Heiden, want dat is ook een groot thema in deze versen, dat de muur is afgebroken tussendoor. Ik focus op het woord vrede vandaag. Maar in deze versen is ook dat andere, voor Jood en Heiden. Maar God zij dank ligt dus het heil in Christus vast. Zalig wie dit knielen aan de voet van het kruis. Wie zich voor de kruiskoning buigt en leert vallen voor hem neer. Want, nog één keer, hij is onze vrede. En buiten hem geldt
rust nog vrede wordt gevonden. Het is niet voor niets dat deze brief zo hoog van Christus opgeeft. Doen wij het ook al? Laten we samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.